Waar ben jij bang voor en zou je liever niet bang voor zijn? Ik was bang voor spinnen en geen ernstige fobie, maar ik merkte wel dat ik er veel banger voor was dan vroeger. En om je te helpen om van jouw angst af te komen, ga ik je deze kleine tip geven door je te vertellen hoe ik ervan af ben gekomen. Ik heb namelijk besloten dat ik mezelf wilde verbeteren en dat ik gelukkiger wilde zijn en dus wat minder angsten. Maar op een gegeven moment wist ik gewoon niet meer waar ik moest beginnen. En ik dacht, ik begin gewoon met die spinnen, want eigenlijk is dat maar belemmerend, hè? Best wel vervelend als je altijd iemand moet vragen om me voor je weg te halen. Dus ben ik gewoon tegen mezelf gaan zeggen, spinnen zijn een onderdeel van de natuur en ze doen mij helemaal niks. Er is niks om bang voor te zijn. Ik ga gewoon vanaf nu ook gewoon van spinnen houden. Makkelijker gezegd dan gedaan. Maar wat heb ik dus gedaan? Ik heb die eerste stap die ik in de Energie Challenge toepas, heb ik dus toegepast op dit stukje. Ik heb gewoon tegen mezelf gezegd, ik besluit vanaf nu ben ik niet meer bang voor spinnen. En de eerste beste spin die komt, ga ik gewoon met liefde, rust, ga ik benaderen. En ik ging dat proberen. Maar ja, proberen is nog niet doen, hè. Maar ja, door proberen ging ik mezelf wel herprogrammeren of hertrainen om daar niet bang voor te zijn. En op een gegeven moment had ik gewoon een superleuke dag achter de rug en ik kwam thuis. En op dat moment zat ik super lekker in mijn vel. Dus er was ook echt niets of niemand dat me kon deren, dat me kon in de put kon laten doen zakken of wat dan ook. Dus ik kwam binnen en ik zag gewoon twee spinnen in de kamer tegen het plafond en ik keek daarna. En ik voelde gewoon die liefde voor de spinnen. Ik voelde gewoon echt, wauw, jullie mogen er ook zijn, weet je. Jullie hebben je niche in de natuur. Ik voelde dat gewoon. Ik was er gewoon echt blij mee. En sindsdien is die angst gewoon weg. Dus wat ik nou simpelweg heb gedaan, is besloten dat ik er niet langer bang voor ben. Vervolgens mezelf ertoe gezet om actie te ondernemen door gewoon te zeggen, ze mogen er gewoon zijn. En op het moment dat ik ze zie, dat ik ze voel, en ook al nu, als ik af en toe een hele dikke spin voorbij zie kruipen, dan voel ik toch nog wel een soort van angst ergens in mijn lichaam. Er gebeurt toch nog iets. Maar ik ga niet meer denken, een spin, of help, of dat ga ik niet. Ik ga heel bewust, kalmeren, voel mijn lichaam, weet je, die angst mag er zijn en die gaat weg en voel dat andere stukje dat die spin er ook mag zijn, net als dat jij er mag zijn. Want ik denk dat dat het thema is wat erachter zit. Als jij er mag zijn, dan mag de ander ook zijn. Of dat nou een ander mens is of je familielid of een spin of een situatie. Dus hoe meer je jezelf accepteert en hoe meer je jezelf waardeert en voelt dat jij er mag zijn, dan wil je ook zien dat jij voelt dat anderen er mogen zijn. En andersom dus ook. Je gaat gewoon bewust voelen dat die spin er mag zijn en dan wordt het steeds minder eng. Probeer het maar eens. Doei!